In deze video gaan we dieper in op de humane wetenschappen binnen Athena Oostende. We bespreken achtereenvolgens cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen en tot slot media. Hallo, mijn naam is Jan Beren, leerkracht cultuur- en gedragswetenschappen. En ik zal jullie wat meer uitleg geven over de fantastische richting humane wetenschappen in het algemeen en cultuurwetenschappen in het bijzonder. Humane wetenschappen bestaat dus uit de hoofdvakken cultuur- en gedragswetenschappen. Wat zijn de grote verschillen? Gedragswetenschappen gaan we meer kijken naar de persoon zelf, mensen zelf, een klein groepje mensen. En cultuurwetenschappen gaan we de grotere groep mensen bekijken, meer een macro-benadering. En kijken we niet alleen naar hoe mensen zijn, maar vooral wat mensen allemaal maken. Er komt nog bij onderzoekscompetenties. Daar gaan we eigenlijk leerlingen leren onderzoeken. In scheikunde is dat aan de hand van vloeistoffen die bij elkaar gegoten worden. In gedragswetenschappen zijn dit allerlei methodes om de mens en de samenleving beter te kunnen bestuderen. Het leren maken van enquêtes, afnemen van interviews, ondernemen van experimenten en dergelijke meer. In cultuurwetenschappen behandelen we een heel gevarieerd aanbod aan vakdomeinen die eigenlijk geclusterd worden rond een aantal leerstofonderdelen. Het leerstofonderdeel organisatie, daar gaan we eigenlijk op zoek naar de werking van bijvoorbeeld onze democratie en verschillende met een theocratie of een dictatuur. In het hoofdstuk expressie gaan we eigenlijk op zoek naar hoe mensen hun emoties, hun gevoelens uitbeelden in kunst gaan en we gaan eigenlijk de tijd zijn van kunst doorlopen. Welke rol speelt kunst in onze maatschappij? Kan kunst de wereld redden? Dergelijke meer. Bij interactie en communicatie gaan we het Vlaamse medialandschap onder de loep nemen en behandelen we ook interessante zaken zoals journalistieke deontologie, vrijheid van meningsuiting enzovoort. In het hoofdstuk waarden en normen gaan we op zoek naar het waarden- en normensysteem van mensen en het belang daarvan. Ook de verschillende waarden en normen van cultuur tot cultuur en van plaats tot plaats, van tijd tot. Voor wie is de richting humane wetenschappen? Wel, in eerste instantie natuurlijk voor leerlingen met een gezonde interesse in mens en samenleving. Mens en samenleving staan centraal in humane wetenschappen, dus het spreekt voor zich dat je als leerling wel wil weten wat er gebeurt op deze planeet en dat je zo goed mogelijk de actualiteit probeert te volgen. Ten tweede is het zowel voor oude als voor nieuwe leerlingen. Oude leerlingen, wat bedoelen we daarmee? Het zijn leerlingen die al humane wetenschappen volgen sinds de tweede graad. En we merken dat er een heel hoog percentage van deze leerlingen ook kiest voor humane in derde graad. Bijna iedereen. Dus dat betekent dat de leerlingen het wel een interessante, toffe richting vinden. Ook nieuwe leerlingen kiezen voor humane, of willen kiezen voor humane. Dat kan. Wat verwachten we van leerlingen die erbij komen uit een andere richting? We verwachten vooral interesse in het vak en motivatie. Beide kernwoorden, interesse en motivatie, is het belangrijkst. Als een leerling dit wil opbrengen, dan bieden we eigenlijk aan hen een fantastische ASO-richting met heel wat toekomstperspectief in het hoger onderwijs. Veranderen van de richting naar humane wetenschappen is een van de beste keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt. Ik kwam terecht in een warme, open en sociale groep waarin iedereen zichzelf kan zijn. Ik werd ook meteen in die groep opgenomen. Hier leren we op een speelse, toffe, maar vooral leerrijke manier onszelf en de ander beter kennen. Dit zonder dat een oordeel over je wordt geveld. Beste humane wetenschappers, wat cultuurwetenschappen allemaal inhoudt, heb je al vernomen van mijn collega, maar misschien wil je dat vak wel in de CLIL-versie. CLIL staat voor Contents and Language Integrated Learning. Dat betekent dus eigenlijk dat je het vak Cultural Studies, cultuurwetenschappen dan, in het Engels aangeboden krijgt. Je slaat dus eigenlijk twee vliegen in één klap. Je verbetert je Engels door het ook in de praktijk uit te oefenen in het vak cultuurwetenschappen. En je leert ook allezelfde onderwerpen, items kennen van cultuurwetenschappen. Dit betekent dat je eigenlijk kort samenvat dezelfde onderwerpen krijgt als in de gewone versie van cultuurwetenschappen, met
Overzicht aan alle politieke organisatievormen. Met een cross-cultural study van alle waarden en normen in de verschillende culturen over heel de wereld. We gaan het hebben over de rol van massacommunicatiemedia en in hoeverre zij ons verslaven of verknechten. We gaan het hebben over ideologie en maatschappijbeeld, wereldbeeld. Hoe zit dat in elkaar? Hoe is dat geëvolueerd? We gaan het hebben over cosmologieën en natuurlijk ook over de rol van de kunst in de moderne maatschappij. Waarom zijn mensen begonnen met kunst maken? En was de intentie van Picasso toen hij de Guernica schilderde een andere intentie dan de grottenbewoner of de holbewoner van Lascaux? Uiteraard gaan we, om cultural studies waar te maken, volop gebruik maken van Engelstalige media, The Guardian Weekly of The New Yorker. En we gaan ook wat meer kijken naar BBC en Fox Television in plaats van Canvas of VTM. Ik hoop jullie dan ook straks te mogen verwelkomen in Cultural Studies van 5e of 6e Humane. Gedragswetenschap. Tromgeroffel. Oké, wat houdt dit vak in? In versnelde fase. Eigenlijk wil ik jullie meenemen in het verhaal van de werking van de hersenen en hoe de hersenen ons gedrag beïnvloeden, maar niet via de traditionele manier van de leerstof, maar eerder via de werking van inspireerstof. En waarom eerder inspireerstof? Wel, omdat ik jullie geen hapklare antwoorden zal bieden op al die vragen. Waarom je bijvoorbeeld heel welgezind bent op school en het moment dat je thuiskomt, dat je mama vraagt aan jou hoe was die dag, dat je opeens ontploft. Ja? Of hoe het komt dat iemand met een fantastisch geniaal idee als bleekmiddel gebruiken tegen COVID-19 toch zoveel aanhangers weet te vinden om dat toch uit te proberen. Ik zal jullie daar geen antwoorden op geven, maar eerder wel theorieën en visies en bedenkingen en hersenspinsels om zelf te proberen die antwoorden te formuleren. Dus voor dit vak. Geen voorkennis vereist, wel een wil om te leren en van je hersenspier een sixpack te maken. Tot snel! Ik heb voor humane wetenschappen gekozen omdat ik het super interessant vind om te weten hoe ik in elkaar zit, maar ook mijn omgeving. In de klas is het ook altijd super leuk omdat we samen kunnen brainstormen en kunnen discussiëren over van alles en nog wat. Dat leidt niet tot ruzies uit, omdat we net leren hoe we naar elkaar moeten luisteren en hoe we met elkaar moeten omgaan. We leren de hele ontwikkeling vanaf de geboorte tot wanneer je sterft. Dus dat is allemaal super interessant. En waarom zou jij niet willen weten hoe dat jij in elkaar zit? Leerlingen die kiezen voor humane wetenschappen zijn leerlingen die betrokken zijn op de wereld. Deze wereld draaide echter al een tijdje voor jullie erop kwamen. Hierdoor zijn veel van de processen in de wereld uitgeroeid tot een zeer complex geheel. Dergelijke complexiteit zorgt bij veel mensen voor onbegrip ten opzichte van die realiteit. En vaak wordt de school gezien als een soort verhelderende oplossing voor dit ingewikkelde probleem. Het nadeel voor de leerlingen humane wetenschappen is dat de cursussen geschiedenis chronologisch verlopen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen slechts laat in het zesde jaar secundair onderwijs in contact komen met de historische gebeurtenissen die vandaag bepalen. Dit maakt het voor leerlingen zeer moeilijk om die hedendaagse complexiteit te vatten. Het is zo, wanneer we iets te gronde willen bestuderen, dat we dan vaak een specifiek onderdeel onder de loep gaan nemen. Dit analytisch denken leidde tot de vakgerichte schoolcultuur die we vandaag kennen. Deze aanvullende cursus geeft tot doel de tegenstelde richting op te gaan. Weg van het domeingerichte vakjesdenken en op weg naar een holistisch perspectief. We trachten de veelvuldigheid van de actuele werkelijkheid te vatten in een groot verhaal. En dit verhaal is opgebouwd uit cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen, gecombineerd met economie, filosofie, geopolitiek, geschiedenis, informatietechnologie en mediakennis in zijn geheel. Kortom, de schoolvakken gekoppeld aan de actualiteit en de actualiteit gekoppeld aan schoolvakken. We werken met een permanente evaluatie, we focussen op de actualiteit, trainen op verhelderen, presenteren, werken aan academisch schrijven en doen een poging om deze heel complexe
actualiteit, deze heel complexe wereld, zo goed mogelijk te begrijpen.